Aan de Kartuizerstraat in Tilburg is in de nacht van maandag op dinsdag een auto uitgebrand. Het gaat om een taxi die in de straat stond geparkeerd. Behalve de taxi zijn ook een auto en een aanhangwagen beschadigd door de brand. Hoe de brand is ontstaan en of er sprake is van brandstichting is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de brand.